We hebben ons op het gebied van de gezondheidszorg en scholen en zo en jonge mensen te hulp schieten altijd wel graag positief willen opstellen. Ja, want het is aan u te danken dat Vlissingen een ziekenhuis heeft, hè? Ja, dat was een drama. Kijk, wij wonen natuurlijk in de periferie van het land. En je ziet natuurlijk nu eigenlijk overal dat ziekenhuizen die in de periferie zitten, behalve dan Slotervaart, maar dikwijls erg moeilijk hebben. Het punt van verlies voor het ziekenhuis was eigenlijk wel aangebroken. We hebben dat eigenlijk op een leuke manier met crowdfunding kunnen vullen. En het draait nu weer zeer profijtelijk. Dus we zijn er wel een beetje trots en blij mee. Het profijtelijke gebruik van het ziekenhuis was best in staat om de mensen die investeerden ook inderdaad een vergoeding te geven. We hebben ongeveer 750 mensen die om het ziekenhuis heen wonen, zeg maar op een staal van 30, 40 kilometer ingeïnvesteerd. We hebben op die manier 11 miljoen bij elkaar gehaald. Andere 10 hebben we geleend bij de bank. En die mensen krijgen 5% rendement op hun geld. En binnen 15 jaar worden ze allemaal weer terugbetaald. Ik heb de gelukkige omstandigheid dat ik in staat ben om daar risico's in te dragen. Dat moet ik eerlijk zeggen, anders zou ik het niet kunnen. En als dat gezegd hebbende, kun je het ook doen. Ja, en u draagt het risico, maar u hoopt ook te profiteren als het profijtelijk blijkt. Nee, hè? Nee, dat niet. Nee, ik ga er nooit aan verdienen. Nee. Op het moment dat het profijtelijk is, dan zal ik het aan Windfort overlaten. En dan, of die dan profijtelijk wel of niet verder daarmee gaan. Maar ik ga daar nooit gewin uit halen. In de recreatie heb je natuurlijk het grote probleem dat er veel tijd op een jaar is dat je cliënten geen vakantie hebben. Ja. Dus je moet proberen attracties te bedenken waardoor toch mensen, zeg maar, worden uitgenodigd om buiten de zomerseizoenen toch jouw bedrijven te bezoeken. Waar we heel snel in waren dat we veel geld hebben geïnvesteerd in automatisering. Dat was in die tijd in de recreatie een schier ondenkbaar product. Wie deed dat nou? Waardoor we eigenlijk als eerste online konden boeken. Ik vind het wel prettig dat ik niet meer, zeg maar, 7 dagen en nachten in de week beschikbaar moet zijn. Die tijd heb ik lang genoeg gehad. Maar om nou thuis te gaan zitten, dat lijkt me ons helemaal niet leuk. Dus het is gewoon fijn dat je mag werken.